Goedemorgen allemaal. Nou, de glazenwasser is er. Zoals je kunt zien. Ja, bij ons doen ze het iets anders. Oh, we maken gelijk even met een bezempje de boel schoon. Oh, we maken gelijk even met een bezempje de boel schoon. En dan gaat hij verder naar beneden. Hè? Met het touwtje. Totdat hij op het grond staat. Het is vandaag een beetje bewolkt. Maar toch nog flink wat zonnestralen hoor. Genoeg om mensen het water in te laten springen. En ja, die bedjes, ach, die kosten 5 euro per dag. En een parasol ook, geloof ik. Dus voor een tientje per dag ben je helemaal binnen. Ja. Nou, we zijn zojuist naar de winkel geweest en we hebben nog een vogeltje erbij gehaald. Ja, een vogeltje voor mijn schoonmoeder, want die wilde er ook graag eentje hebben. Dus ja, nu zitten we met 2 vogeltjes die we moeten voeren. En dit is een geel exemplaar. Ja, een gele, een mooie gele. Oh, kijk eens, en daar. Ja, we weten niet of het zusjes of broertjes zijn. Maar nu schreeuwen ze allebei. Dus ze hebben wel wat van elkaar geleerd. Schreeuwen. Een paar minuten aan het zonnen. Lekker aan het zonnen. Die is zelf op de stoel gesprongen. En die denkt van, zoeken jullie het allemaal maar lekker uit. Ik ga lekker zonnen. Nou, ik weet nog niet wat we vandaag gaan doen. We zien het wel. Misschien een stukje wandelen en dan toch nog het water in. Ergens. We zien het wel. Ja, hallo. En waar is die andere? Oh, die is daar. Kijk eens. Zo mooi. Die is wel een beetje... Die daar is nog een beetje verlegen, hè? Ja, die zou ik niet weten. Ja. Ja. Kom maar even verder zitten. Hm? Ja, maar je moet niet ja zeggen. Ja knikken en niet doen. Ik krijg zo eten. Ja. En zo eten. Ja, jij ook. Allebei naast elkaar. Hè? Ja. Niet hoor. We hebben een nieuwe bak, voorlopig voor, ook voor de reis. En nou kijken ze al, ze hebben in ieder geval de ruimte, ze kunnen fladderen, zo groot. Het is eigenlijk een hamsterbak, maar denk ik, of zoiets. Maar we hebben in ieder geval voorlopig ruimte zat en een warm plekje. Ja, helemaal leuk.